We staan hier aan de Sint-Annestraat bij de Vierdaagse Bingo van Karen. En Karen staat hier al jaren met haar bingo, dus we gaan even kijken hoe het vandaag gaat. Karen, hey. De Vierdaagse Bingo, daar zijn we weer. Ja, zeker. Ik ben blij dat we er weer mogen staan dit jaar. Hoe werkt die bingo nou eigenlijk? Nou, het is niet zo heel moeilijk. Het is niet anders dan een andere bingo. Als je even kijkt, er staan een hele hoop namen op de bingo. Dat zijn mensen die wij kennen, maar ook mensen hebben zich kunnen opgeven via Instagram hebben we tegenwoordig, sinds een week. Vierdaagse bingo met een 4. Radio 2 heeft ook een oproepje gedaan bij RN7. Jullie doen ook altijd leuk mee. Dus mensen kunnen zich opgeven. Die weten waar we staan. Dus als ze zichzelf zien op de bingokaart, mogen ze zich afkruisen. En dan heb je altijd prijs. Maar wat is er allemaal al afgestreept? Neem ons even mee. Sowieso een hele hoop lopers die we kennen zijn al afgestreept. We hebben al een paar keer de allerknapste van de Vierdaagse. Hoe kan het? Hoe kan dat? Ja, er komt dan gewoon nog een knappere voorbij. En nog. Ja, het is niet te doen. Ja, niet alleen Karen is onderdeel van de bingo, maar ze heeft haar zoon ook zover gekregen om mee te helpen. En die is heel enthousiast, geloof ik. Hier staat Pim. En Pim heeft onder andere heel veel spulletjes ingepakt als prijsjes. Ja. Nou, ik heb deze ingepakt. Dat zijn foodlollies. En wat zit erin? Lollies. En er zit knetterspul. Dat kan je erin dippen. Je hebt traplopers. Gratis bellen. Gratis bellen? Wat voor bellen dan? Fietsbellen. Fietsbellen. Ja. Maar ze zijn nu aan het lopen, toch? Ja, maar we zeggen dan van dan kan je voor altijd lang bellen. Ja, zo is het. En die lollies heb je niet stiekem zelf opgegeten? Nee, dat niet. Misschien kun je er straks nog eentje pakken als hij over is, toch? Dat ga ik zeker doen. Ja. Hey, hoe gaat het vandaag? Uitstekend. Prima. Prima. Echt. Het lopen we zelf. Ja. Met en zonder prijs. Met en zonder prijs. Geen probleem. Ja. Zo gaat dat dus. Ja, is toch ontzettend leuk. En ze hebben nu prijs? Ja. En wie nou nog meer? Wie nou nog meer? Ja, jullie zullen toch ook wel iets eraan overhouden? Nee, dit doen we echt ook voor onze eigen lol. Ja.